De eerste spreker was Victor Boom. Die sprak vanuit het UMCU over het cardiometabol zorgnetwerk. Dat is denk ik een heel mooi voorbeeld hoe netwerkzorg vanuit het UMCU is opgezet. En betrof met name dus het geïntegreerde cardiovasculaire risicoprofiel. Diabetes, chronische nierschade, dyslipidemie, glucose-intolerantie, obesitas. En hoe dat in een geïntegreerde manier in een netwerk was vormgegeven daar. Middels een teleconsultatieoplossing. En dat was denk ik een heel leuk voorbeeld wat netwerkzorg uiteindelijk mogelijk maakt. Ja, de vraag die daar ook bij gesteld werd, wie moet daarin de regie nemen? Je kan niet het netwerk verantwoordelijk stellen, dan neemt niemand de regie. Dus ik denk toch dat de huisarts primair de poortwachter is die dit hele zaakje aanswengelt. En de huisartsen zeggen dat kunnen we niet. We overzien het niet, we weten niet wat er in het ziekenhuis gebeurt. Je moet niet bij ons zijn. Maar waar we heel erg tegenaan lopen is, wij hebben ons eigen ziekenhuissysteem. De huisartsen hebben dat ook. En dan moet je straks eigenlijk nog naar een derde systeem voor de patiënt. We zien gewoon dat er een heleboel patiënten door verschillende specialisten in het ziekenhuis zelf worden gezien. En dat niet altijd alles op één lijn. Dus zo'n netwerk zou ik intramuraal ook heel erg mooi vinden. Ja, als je er elke dag eentje invoert, wie let er op wat er dan voor afwijkende waarden? Daar zullen we toch echt iets mee moeten vinden. Want anders gaat het allemaal heel veel duurder worden. We hebben al een behandelovereenkomst met een patiënt. Dus een huisarts heeft een behandelovereenkomst. Ik als medisch specialist heb een behandelovereenkomst. Dus die verantwoordelijkheid die is volgens mij al vastgelegd. Ja, de regie voor zijn eigen zorg die ligt natuurlijk bij de patiënt. Alleen is het natuurlijk wel zo, die patiënt die moet daarin wel vaak geholpen worden. Want heel vaak lukt het toch niet om dat helemaal alleen te kunnen. En daar was wel een aardige discussie binnen de zaal over. Waar die dan zou moeten liggen. Of dat bij de huisarts zou moeten liggen. Of bij het netwerk of bij de medisch specialist. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het heel erg afhankelijk is waar de patiënt zich op dat moment in het zorgproces bevindt. Maar het moet wel voor die patiënt ook heel duidelijk zijn wie op dat moment regie heeft. En zijn aanspreekpunt is binnen dat netwerk. Dus daar moeten wel ook binnen het netwerk hele duidelijke afspraken over gemaakt worden. Dus de boodschap was vooral, dat netwerk moet je echt met z'n allen doen en samen daarin afspraken maken. En de modaliteit zoals die in het UMCU is ingericht, die kan daar heel goed bij ondersteunen. Laten we kijken naar de presentatie. Ja. Goedemorgen, mijn naam is Victor Boom. Ik ben AIOS interne geneeskunde en ik mag spreken namens de werkgroep cardiometabole zorg uit het UMC Utrecht onder leiding van Karin Kaasjager. En ik ga het hebben over het cardiometabol zorgnetwerk. Disclosures heb ik niet. Eerst een klein stukje inleiding. Want het leven op aarde, de maatschappij, is afgelopen decennia echt enorm veranderd. En met name door de komst van de techniek, de technologische innovatie en de digitalisering is onze wereld echt zichtbaar veranderd. En met die digitalisering zijn heel veel processen efficiënter geworden, er is welvaart gekomen en wij als bevolking zijn ook over het geheel genomen enorm gaan veranderen. En dat zien we ook terug in onze patiëntenpopulatie, want daar veranderen de zorgvragen en de zorgbehoeften. Want we worden met z'n allen steeds ouder en along the way verzamelen we steeds meer chronische aandoeningen. En deze getallen zijn bekend, maar ik blijf ze indrukwekkend vinden, dat boven de 65 jaar heeft meer dan 2/3 van de mensen meer dan één chronische aandoening. En boven de 75 jaar is dat zelfs 3 of meer chronische aandoeningen. En met de toenemende mate van vergrijzing gaan die getallen alleen nog maar extremer worden. En daar moeten we wel als maatschappij, maar zeker ook als zorgverleners, een passend antwoord op hebben. Maar als het gaat om verandering en innovatie, moeten we toch constateren dat we de efficiëntieslag niet hebben gemaakt die nodig is om de zorg toekomstbestendig te maken. En zeker als je het hebt over het chronisch disease management, ja, dat doen we al 10, 20, 30, 40 jaar hetzelfde. De patiënt die komt 3 of 4 keer per jaar op zijn fiets of op de auto naar de spreekkamer en die neemt plaats, komt om de dokter te zien. Ja, en dat ziet er nog bijna precies hetzelfde uit over de jaren heen. Het enige wat hier echt een innovatie heeft doorgemaakt, dat is de camera, want die kan ineens in kleur dat vastleggen. Ja, dus de maatschappij die verandert, maar in de gezondheidszorg veranderen we maar heel langzaam mee. Hoe doen we dat nu in het chronisch disease management? Nou, een patiënt met bijvoorbeeld diabetes, die komt in een lineaire ketenzorgstructuur. Ja, dus die komt bij de huisarts, de praktijkondersteuners, die bezoekt een aantal paramedici. Dat noemen we dan de eerste lijn, die heeft zijn eigen richtlijnen en zorgstandaarden. En is er specialistische zorg nodig, dan worden ze verwezen naar de tweede of de derde lijn, ook weer met eigen richtlijnen. En tussen die lijnen zitten allemaal schotten. En op zich lijkt dat prima en overzichtelijk.
Maar we hebben net gezien dat de patiënt van vandaag en morgen, die heeft niet maar één aandoening. Die heeft 2, 3, 4 aandoeningen. Naast de diabetes ook chronische nierschade, hypertensie, obesitas. Ga zo maar door. En wat zie je dan? Mensen komen in meerdere van die lineaire ketenstructuren terecht, die parallel aan elkaar lopen. Vaak ook nog zorgconsumptie buiten die ketenstructuren. En dit wordt een chaos. Dit is gefragmenteerde zorg. Aandoeningen worden niet in samenhang behandeld. Niemand heeft het overzicht. Dit leidt tot polyfarmacie met bijwerkingen en verminderde therapietrouw tot gevolg. Maar het is ook niet efficiënt. Het is niet kosteneffectief. Het is duur. En het is zeker niet wat de patiënt wil. Dus dit kan misschien wel beter. En dat vinden ook de Federatie van Medisch Specialisten en de minister van Volksgezondheid. Die hebben hun visie en een visiedocument uiteengezet waarin ze zeggen van in 2025 moet de specialist een onderdeel zijn van een netwerk rondom de patiënt. De lijnen gaan verdwijnen en we moeten gebruik maken van technologische ontwikkelingen om ook steeds meer de patiënt op afstand te kunnen bereiken. Nou, dat klinkt best wel abstract, maar hoe kan het er dan uitzien? Bij netwerkgeneeskunde, want daar hebben we het over, staat de patiënt centraal met zijn mantelzorgers en zijn naasten. En de zorg wordt georganiseerd met en rondom die patiënt en afgestemd op de wens van de patiënt. Deels fysiek en deels virtueel. Hoe kan dat? Nou, door bijvoorbeeld e-health en mobile health te omarmen, kunnen zorgverleners die rondom die patiënt staan steeds beter met elkaar communiceren, zorg afstemmen, onafhankelijk van plaats en tijd informatie met elkaar uitwisselen en ook de patiënt veel makkelijker bereiken en ook op afstand. Dus de patiënt hoeft niet altijd meer naar ons te komen, naar de spreekkamer, maar op deze manier kunnen wij misschien wel de zorg naar de patiënt brengen. Nou, daarvan kennen we in Nederland al een aantal voorbeelden. We kennen Claudicatio net, voor patiënten met perifere vaatlijden die gebruik kunnen maken van een landelijk dekkend fysiotherapeutennetwerk, die ook leefstijladviezen geven. We kennen Parkinson net, COPD-netwerken. Die zijn allemaal vrij monodisciplinair, dus gericht op één aandoening. We kennen de regionale oncologie-netwerken. En wij vanuit Utrecht zijn nu bezig om het cardiometabole zorgnetwerk uit te rollen. En dat is echt gericht niet op één aandoening, maar patiënten met multimorbiditeit, met de cardiometabole aandoeningen. En dat cardiometabool, dat is een term waar we niet zo bekend mee zijn over het algemeen in de tweede en derde lijn, maar juist wel in de eerste lijn, daar zit ook het meeste van die patiënten. En waar gaat het om? Het gaat om patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes, chronische nierschade, hypertensie, dyslipidemie en obesitas. Dat zijn aandoeningen die hebben min of meer dezelfde risicofactoren. Het een leidt ook vaak tot het ander. En slechts zelden heeft zo'n patiënt eigenlijk maar één diagnose. Maar in de praktijk zien we dat die aandoeningen veel niet in samenhang worden behandeld. De behandeling is vaak ook gebaseerd op verschillende richtlijnen en zorgstandaarden. Dus wij denken dat dit bij uitstek een patiëntengroep is die baat heeft bij integrale zorg, bij netwerkgeneeskunde. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Hoe zijn we begonnen? Met een aantal grote huisartsenpraktijken uit de regio Utrecht, hebben we gekeken van nou, hoe kunnen we nou de zorg voor die patiëntengroep integraal oppakken. En dan zijn we begonnen met het ontwikkelen van een aantal innovatieve applicaties die ons daarbij kunnen helpen. En de eerste, dat is een innovatieve webtool of een app, waarin alle nieuwste richtlijnen en zorgstandaarden zitten geïntegreerd. En die kan op basis van unieke patiëntkarakteristieken, dat kun je invullen, een gepersonaliseerd behandeladvies op maat genereren. Dus op basis van de nieuwste richtlijnen, wat moet ik doen als ik meerdere aandoeningen heb? Nou, dat kan je zien als een soort moderne RTA. En dat kan de huisartsen of andere zorgverleners kunnen dat bijvoorbeeld in de spreekkamer gebruiken. Maar het kan ook als scholingsdocument worden gebruikt. We kunnen bloeddruk meten op afstand via een telemonitoringssysteem. Dat heeft Wilco Spiering die hier ook zit ontwikkeld. Via YouPrevent kunnen we individuele predictie toepassen voor patiënten. Wat is nou de kans op het krijgen van ziekte of sterfte door hart- en vaatziekte? En welke patiënt heeft nou wel en welke niet baat bij het starten van bepaalde medicijnen? Dus dat kun je ook weer als keuzehulp gebruiken in de spreekkamer. Er wordt een e-module gemaakt waar de patiënt nog eens de informatie die hij in de spreekkamer heeft gehoord rustig kan nalezen. En die e-module is ook heel erg gericht op hoe hangen die aandoeningen nou met elkaar in verband. Waarom, als ik op controle kom voor de diabetes, wordt eigenlijk mijn bloeddruk gemeten? Waarom is het cholesterol zo belangrijk?
En daarnaast, in die e-module krijgt de patiënt ook handvatten om steeds meer eigen regie te nemen. Als hij dat kan en als hij dat wil. En daar helpt Varos ons bij. Dat is een bureau waarmee wij een soort co-creatie maken. Waarbij de content dus ook heel erg is toegespitst op de patiënt met lage gezondheidsvaardigheden. En de patiënten met moeite met lezen en schrijven. Want dat zijn wel ongeveer 30% van de Nederlandse bevolking die laaggeletterd is. En daarnaast hebben we via Zorgdomein een multidisciplinair teleconsultatieplatform opgezet. En dat is via hetzelfde systeem als waar de huisarts verwijst. Dus dat is een beveiligde internetverbinding waar de huisarts en ook de praktijkondersteuner alle vragen over al die cardiometabole aandoeningen in de volle breedte op één adres kan stellen. En die vraag die komt dan bij ons binnen en wij zitten met een multidisciplinair team om de vragen te beantwoorden. En die bestaat in de standaard opstelling uit een diabetoloog, een vasculair geneeskundige en een nefroloog. En op afroep nog breder. Dus als de vraag betrekking heeft op een cardiologisch probleem, atriumfibrilleren of perifere vaatlijden, dan komt de vaatchirurg erbij. Klinisch farmacologisch ook aangehaakt, internist oudere geneeskunde. En zo kunnen we al die vragen integraal oppakken voor al die patiënten. Nou, wat levert dat op? Echt defragmentatie van zorg via zo'n multidisciplinair teleconsultatieplatform. Optimale transmurale samenwerking. Het gaat via een veilige, gestructureerde en gedocumenteerde manier. Samen kun je echt zorg afstemmen. Op welke plek is die patiënt op het juiste adres? Waar kan het beste de zorg worden geleverd? We leren van elkaar. Het hele netwerk is een lerend dynamisch geheel. De juiste zorg op de juiste plek faciliteert het. En dat teleconsultatie, dat is heel laagdrempelig. Het staat volledig los van het eigen risico van de patiënt. Dus het kan heel laagdrempelig gebruikt worden. Dit is nog een plaatje van die webtool waarin al die richtlijnen geïntegreerd zitten. Dus waar draait het om bij dat cardiometabool zorgnetwerk? Dat draait met name om samenwerken. Zorgverleners die onderling samenwerken, maar ook samenwerken met de patiënt. Die als hij centraal staat echt een serieuze partner is geworden bij het opstellen van een individueel behandelplan. Het draait om ontschotten en defragmenteren van de zorg. Zorgverleners en de patiënt die worden versterkt door het netwerk. Iedereen brengt elkaar op een hoger niveau. Toegankelijkheid en toepassing van technologische innovaties. Iedereen kan in principe vrij die toepassingen gebruiken als hij dat wil. Het faciliteert de juiste zorg op de juiste plaats. En wij denken dat dit een goede manier is waarop je je chronische disease management in de regio zou kunnen inrichten. En je zou het dan ook als kompas kunnen gebruiken om ook zo'n netwerk in jouw regio uit te rollen of het ook voor andere aandoeningen te gebruiken. Wat zijn nou de dingen waar wij tegenaan gelopen zijn en waarvan wij denken dat het mogelijk jullie, als jullie iets willen gaan starten, ook kan helpen? Wij denken dat netwerkgeneeskunde niet staat of valt bij ICT. En we krijgen vaak de vraag van, oh, werken jullie dan met een PGO of zijn jullie EPD's complementair aan elkaar? Dat is allemaal niet zo bij ons. Maar dat is ook niet obligaat voor het werken in netwerkverband. En dus je moet gewoon beginnen, de zorg integraal oppakken. De zorg afstemmen op de wens van de patiënt en dan kun je een heel eind komen. Betrek de huisarts als het gaat om het chronisch disease management. Die staat toch vaak dichter bij de patiënt. We hebben voorbeelden van andere netwerken die de huisarts helemaal buiten schot laten. En dan wordt het later toch lastig om ze er toch bij te betrekken. Netwerkgeneeskunde, die term is vaak abstract, zeker in de eerste lijn. Dus breng het als een regionale transmurale afspraak. Dat is zeker voor de eerste lijn wat herkenbaarder. Neem de patiënt en ook de huisarts mee in de ontwikkeling. Wij hebben dat gedaan door middel van actieonderzoek en het meten van PROMS en PREMS. Waarop je eigenlijk op hele korte termijn al feedback krijgt over hoe doen we het met z'n allen. Wat kunnen we vandaag leren om morgen al te verbeteren. En dan zie je dat je heel snel kan ontwikkelen. De teleconsultatie, hou dat laagdrempelig. Dus zorg echt dat dat niet ten koste gaat van, van het eigen risico van de patiënt. Want dan zie je gelijk dat het een heel stuk minder gebruikt wordt. Wij horen vaak van, je moet zorgen dat de zorgverzekeraar aan het begin al aan tafel zit. Maar wij weten uit ervaring dat dat ook niet een garantie is voor succes. Dat blijft toch een lastig ding, die financiering. Want als je begint ben je voornamelijk afhankelijk van projectgelden. Maar die zijn op een gegeven moment op. Ja, en dan moet je toch zorgen dat je het op een of andere manier kunt bestendigen. Dat zijn zaken waar wij heel erg mee worstelen. Dus dat blijft denk ik voorlopig nog wel een uitdaging.